We gaan verder met de snelste serie bij de heren 1500 meter vrije slag. Met opbaan 1 voor Blue Marlins, Emil Fuzai. Opbaan 2 voor ZPC Hogeveen, Owen Peeks. Opbaan 3 voor PSV, David Groenewegen. Opbaan 4, een man die eraan komt van Next Line Swimming, Lucas Peters. Opbaan 5, en daar geldt minstens hetzelfde voor de ZPC Amersfoort, Merlin Belmon. Opbaan 6 van Blue Marlins, Effe Engeur. Opbaan 7 voor de ZPC Hogeveen, Quinn Hederik. En opbaan 8 van PSV, Luc van Eindhoven. Dit is de snelste serie bij de heren 1500 meter vrije slag.
de leiding, Lucas Peters. 4.27.74 op 450 meter. De tweede positie Merlin Belmer, 4.31.47. Belmer is 2 seconden zo ongeveer onder zijn persoonlijk record. Kijk naar Lucas Peters, 4.57.94 op 500 meter. Lucas Peters zit dan toch 12 seconden zo ongeveer onder zijn persoonlijk recordtijd. Mooie dingen dus nu te water. Kijk nog even naar de Groenewegen. 5.14.87 op 1/3 van zijn race. Die zit net ietsje boven zijn persoonlijk record. Maar goed, we hebben nog 1 kilometer te gaan. Die is er net gepasseerd. 7.59.51 is de tijd van Lucas Peters op 800 meter. En dan wat is hij toch een seconde 7-8 sneller. Gaat er iets bijzonders gebeuren? Dat is natuurlijk een grote vraag. Lucas Peters is ongeveer op weg om 20 seconden om zijn persoonlijke recordtijd te komen. En dan gaat het 15.02 ongeveer zijn. De persoonlijke record is van 2 oktober dit jaar, gezongen tijdens de World Cup in Berlijn. Toen zong hij 15.22.12, dat is nog zo'n 8 seconden sneller dan zijn inschrijftijd. Thank you.
De kilometer voor Lucas Peters, 10.01.10. En dat is de snelste keer op de kilometer. Melin Belmond, 10.07.83. Op de kilometer. Merlin is daarmee 9 seconden sneller dan zijn persoonlijk record tussentijd. Kijk nog even naar Lucas Peters. En die is nog steeds 18 seconden sneller dan zijn persoonlijk record tussentijd. Van Merlin Belmond zijn persoonlijk record tijdens 15.30.87. Lucas Peters op 12.33.29 op 1250 meter. En dan zendt hij onder de tijd van Maarten Brzoskowski. Die Maarten neerzette op 3 november 2013. En dat is het leeftijdsrecord, 18 jaar. En Lucas Peters die zendt daar dus fors onder in ieder geval. Onder dat schema voor een leeftijdsrecord 18 jaar. En het leeftijdsrecord 17 jaar is 15.20.66. Ook op naam van Maarten Brzoskowski. Dat stond hij in 2012. En als we dan met een bel bekijken op 1300 meter, 13.11.64, dan zit ook Merlin Belmond 9 seconden onder het leeftijdsrecord 17 jaar. Twee records van Maarten Brzoskowski die hier worden aangevallen tijdens deze 1500 meter vrije slag. Dan kijken we natuurlijk naar Lucas Peters, want die moet zwemmen 15.13.39. Brzoskowski zette toen op 1400 meter neer. Een tijd van 14.13.65 en Peters 14.03.34. Hij heeft nog 10 seconden voorsprong op het leeftijdsrecord van Maarten Brzoskowski, 18 jaar, met nog 100 meter te gaan. Lucas Peters. Kijken naar de tijd van Brzoskowski. We horen de bel van de laatste 5 meter. 14.44.09 is de tijd van Brzoskowski. En Lucas Peters 14.32.89. Hij zit er nu 12 seconden onder. 12 seconden onder het leeftijdsrecord 18 jaar. En daar gaat hij dan. We kijken naar Belmond in 14.43.17. En Belmond die moet halen 14.52.50. Dus hij zit daar ook fors onder. De laatste meters hier van de zwemmer Lucas Peters op naar de muur in 15.00.54. En dat is een nieuw Nederlands
Record 18 jaar. Net boven de 15 minuten en dan hier de aantik van Merlin Belmon in 15:12:00. En dat is ook een nieuw Nederlands record, 17 jaar. Wat een tijden gezwommen door deze twee heren, Lucas Peters en Merlin Belmon. 18 jaar en 17 jaar. De leeftijdsrecords die beide op naam van Maarten Rzoskowski stonden. Daarmee ook het Nederlands record en jeugd nu. Op naam van Lucas Peters komt te staan. Als alles goed gegaan is natuurlijk. En dat gaan we nu zien. Want er komt zo direct, als iedereen bij de muur is, een officiële uitslag op het scorebord. Uitslag officieel is een leeftijdsrecord 17 jaar voor Merlin Belmon, een leeftijdsrecord 18 jaar voor Lucas Peters en de nieuwe Nederlands kampioen op de 1500 meter vrije slag bij de heer heet Lucas Peters. En dan gaan we verder.